Nou, goedemorgen. Volgens mij zijn we begonnen. We zijn begonnen. Goedemorgen. Hartelijk welkom allemaal bij het webinar wat we vandaag organiseren over de inspiratiesprint. Mijn naam is Wouter, naast me zit Yassine. Daar gaan we zo meteen nog wat meer over vertellen. Maar leuk dat jullie in ieder geval allemaal zijn aangehaakt vandaag. Kijk al, misschien dat je alvast het startschot kunt geven. Ja, nou, wie zijn wij? Mijn naam is Yassine Cherif. Ik ben Business Application Specialist bij Microsoft. Houdt in dat ik verantwoordelijk ben voor Dynamics 365 en het Power Platform. Ik zit niet zomaar bij Microsoft. Ik zit bij het mooiste gedeelte van Microsoft, DSI, vind ik zelf dan. Het staat voor Tech for Social Impact. En wij zijn de non-profit kant van Microsoft. En zodoende werken wij dus ook heel veel samen met partners zoals Xperity. Wat denk ik een mooie brug is voor jouw introductie. Zeker, dankjewel. Leuk dat je er bent bij ons kantoor vandaag. Ja, ja. Mijn naam is Wouter Freriks. Ik ben sales manager bij Xperity en hou me veel bezig met de trajecten, onder andere voor non-profits en dus ook onder andere de inspiratiesprint die we uitvoeren. En nou, daar is eigenlijk het initiatief ook vandaan gekomen. Nou, wat gaan we vandaag allemaal bespreken? We gaan zo meteen een kleine introductie doen van Microsoft en van Xperity. Wie zijn wij als organisaties? Waarom de inspiratiesprint? Hoe wordt de inspiratiesprint ingezet? En tot slot, wat gaan we nou precies doen bij die inspiratiesprint? Allereerst zal ik maar gelijk aftrappen met wie Xperity is. We zijn echt een CRM-specialist. En daarvoor gebruiken wij Microsoft-technologie om die CRM-kennis eigenlijk vooral naar voren te laten komen. Xperity staat voor experts. We zijn Microsoft Gold Partner. Dat kunnen we niet veel zeggen. Dat komt tot voldoende aan de strenge eisen van Microsoft. We staan voor experience. We hebben al meer dan 200 organisaties succesvol geholpen. En we staan voor quality. Dat we ISO gecertificeerd zijn. En we hebben al 3 keer op bij de FD Gezelle Award gewonnen. Wie zijn wij in Microsoft? Ik denk dat de meeste mensen Microsoft natuurlijk wel kennen, maar we hebben het net over het stukje TSI gehad, dus de Tech for Social Impact, wat de non-profit kant is van Microsoft. Jij kent het natuurlijk ook al heel goed, ja. Maar dit is, is vrij nieuw, het is opgesteld in 2018 en ons missie is eigenlijk om elke organisatie te empoweren om meer te doen voor het sociale goed. Het mooie ook zelf van TSI vind ik dat elke euro die zij winst maken, wordt ook weer teruggestopt in de non-profit markt. Dus het wordt gedoneerd aan goede doelen. En TSI heeft eigenlijk 3 specifieke goals. Waarvan 1 is ervoor zorgen dat Microsoft de meest innovatieve en betrouwbare en gewaardeerde technologiepartner wordt in de non-profit sector. Ik denk dat we daar wel aardig goed nu op weg mee zijn. Het vergroten van de impact van de missies van de non-profit organisaties, dus kostenefficiëntie en beveiliging op grote schaal door 300.000 non-profit organisaties in de Microsoft Cloud te krijgen. Het andere is het stimuleren van filantropische doelstellingen op lange termijn door middel van herinvesteringen aangedreven door 1 miljard inkomsten uit die sector. En dit is dat stukje waar ik het eerst over had, dus dat alle winst die Microsoft TSI maakt teruggestopt wordt in de non-profit markt. En het vierde is natuurlijk een katalysator zijn van focus, investeringen en samenwerkingen in de non-profit en ecosectoren om duurzame ontwikkelingen te versnellen. En dit doen wij met partners. Wij doen dit niet alleen, wij zijn een partnergedreven organisatie. Dus wij hebben heel veel partners die ook werken op de non-profit markt, zoals bijvoorbeeld Xperity, waar ik vandaag zit in Utrecht. Daarnaast dat wij eigenlijk alles herinvesteringen in de non-profit markt, brengt natuurlijk ook een aantal voordelen met zich mee voor de non-profit zelf. Het mooiste van allemaal vind ik natuurlijk de special pricing. Dus je krijgt 60% tot 70% korting op de commerciële prijzen. Dit is natuurlijk indien ze TSI approved zijn, maar dat gaat natuurlijk heel makkelijk. Dat is via de website moet je aan kunnen tonen dat je een non-profit organisatie bent. En als dat uiteindelijk approved is, kom je al gelijk in aanmerkingen met die speciale kortingen. Er zijn speciale offers. Dus een van die offers is dat elke non-profit klant bij hun Enterprise Agreement of CSP krijgt ze 5 Dynamics Sales licenties gratis. Dit is een van de special offers.
Hierover gaan, zullen we het later ook nog over hebben in de inspiratiesessie, want daar wordt gebruik van gemaakt. In de inspiratiesessie. Daar zullen we het later nog over hebben. Daarnaast hebben we nog funding. Dus we hebben een fundingpotje voor die non-profit markten om ze te kunnen helpen naar een strategie op lange termijn. Kortere interne lijnen, want Microsoft zelf is natuurlijk een organisatie van om nabij 100.000 man. Terwijl DSI zelf is maar 150 man groot. Dus de lijntjes intern zijn veel korter. En je hebt natuurlijk een toegewijd accountteam. Ik zelf ben onderdeel van het Nederlandse accountteam als business application specialist. Maar zo heeft elke markt een toegewijd accountteam met specialisten voor business applications, voor Azure, met in het midden een account executive. Dat is kort over wie wij zijn, wat we doen en hoe het eruit ziet. Laten we verder gaan. Ja, zeker. Maar eigenlijk tot slot inderdaad, je zou TSI kunnen zien als een organisatie binnen de organisatie. Ja. We zijn Microsoft, maar we zijn niet het commerciële Microsoft. Dus we zijn echt wel een aparte organisatie binnen de organisatie. En we zijn ook wel echt onafhankelijk. Dus we hebben ook weer andere regels dan het normale Microsoft. Omdat we ook op zo'n speciale markt werken. En ik denk dat het ook belangrijk is, want je kan een non-profit markt kan je niet behandelen als een commerciële markt. Het is heel anders. Ja. Nee, en dat herkennen wij ook heel erg sterk. Ja. En dat merken we al in de kleine details. Bijvoorbeeld in de Nederlandse communicatie in plaats van de Amerikaanse. Ja. Die heel veel terugzien bij commerciële organisaties. Ja. Of ook voor ons als partner de korte lijntjes. Ja. Dat we veel sneller kunnen schakelen eigenlijk. Ja. Goed, waarom de inspiratiesprint? Zoals je misschien laat zien, we gaan eerst kijken naar het waarom, dan de hoe, dan de wat. We gaan doen dus een beetje de Sinek aanpak. Waarom de inspiratiesprint? Wij zien bij veel organisaties dat ze iets willen met CRM, maar eigenlijk nog niet zo goed weten wat ze dan precies willen. En daarvoor willen zowel Microsoft als Xperity graag helpen om de juiste behoeften te vinden en daar ook de juiste oplossingen aan te koppelen. Daarvoor heeft eigenlijk TSI 5 gratis licenties beschikbaar gesteld. Eigenlijk wat Yassine net ook al vertelde. Maar vervolgens dan heb je die 5 licenties. Ja, en dan moet je ze nog gaan gebruiken. Ook dus hoe vind je je weg in de eerste stappen naar Dynamics? En hoe kun je nou daadwerkelijk aan de slag met de 5 gratis licenties? Dat is eigenlijk het uitgangspunt waarom we de inspiratiesprint doen. Want dat je ze krijgt, dat is 1, dat is heel leuk. Ja. Maar de toepassing en de inzet is een tweede. Dus we kunnen bijvoorbeeld ondersteunen met het opzetten van een tenant waar je met 5 gebruikers pas het een en ander in klaar zou kunnen zetten. Ja, en ik denk ook, het is wat het ook mooi is. Je krijgt 5 Dynamics Sales licenties, die krijg je gratis in een Enterprise Agreement. Maar zelf vind ik ook, die licenties zijn niet echt. Dynamics Sales zelf is niet heel erg toepasbaar voor de non-profit markt. Het mooie vind ik dan van Xperity, jullie gebruiken die 5 licenties, maar toveren het eigenlijk in een product waardoor het heel erg toepasbaar is voor de non-profit markt. Ja. Dat vind ik ook heel, heel mooi hoe jullie dat doen. En nog ook een aanvulling op, het is niet alleen voor klanten die willen beginnen met CRM, maar soms is het ook voor klanten die weten niet eens wat de mogelijkheden zijn met CRM. We willen gewoon kijken van, wat zijn de mogelijkheden omtrent CRM? Of willen we meer weten over wat CRM kan doen in de zorgmarkt? Dus die inspiratiesprint is een hele mooie opstap eigenlijk voor de klanten die nog niet weten wat ze ermee kunnen of er graag inderdaad mee willen beginnen. Ja. Klopt. Nee, daarop aansluit is inderdaad ook heel sterk. Wat je inderdaad ziet als je kijkt naar echt typisch Dynamics Sales, daar praat je over klanten, maar ook over leads, prospects, verkoopkansen, verkooppijplijn bijvoorbeeld. Ja, ja. Terwijl als jij een zorgorganisatie of een goed doel bent, of een, wat hebben we nog meer los van de zorginstellingen? Zorginstellingen zijn natuurlijk heel veel verschillende zorgorganisaties ook. Hè? Ja. Dan moet je ook denken aan revalidatiecentra, VVT's. GGZ, waar we veel mee samenwerken. En die hebben eigenlijk allemaal hun eigen aanpak weer uiteindelijk. Ja. Nou, daar hebben we community care voor. Maar als het community care gaan we nu niet al te diep in. We gaan het meer echt hebben over de inspiratiesprint aan zich.
Maar eigenlijk is iedere organisatie die niet is gedreven op het maken van winst, dus kan ook een stichting of een vereniging zijn, die komt in aanmerking voor deze sprint. Ja. Goed, hoe wordt die inspiratiesprint uiteindelijk ingezet? Nou, we hebben het al even verteld dat er dus 5 essenties zijn. Dus eigenlijk wat we gaan doen, we gaan met 5 gebruikers aan de gang om eigenlijk op die manier een vliegende start te maken. Soms zien we dat er ook wel een extra persoon als een manager bijvoorbeeld bij zit. Maar in onze ervaring, wat we nu bijvoorbeeld eerder hebben gedaan bij een andere zorginstelling, is dat we eigenlijk aan de slag zijn gegaan met 5 medewerkers van IT. Die uiteindelijk ook het applicatiebeheer van CRM zouden gaan doen. En die hebben we eigenlijk als eerste wegwijs gemaakt in hoe je gaat werken met de software. Ja. En hoe je nou zo'n talent klaarzet, hoe je nou langzaam een beetje begint met het invullen van informatie. Microsoft sponsort de licenties daarvoor. Dus die licenties die worden aan hun persona gekoppeld. Expert die sponsort de kennis en de begeleiding daarin. En oftewel, dat betekent dat voor de gebruiker, voor jullie organisatie, deze inspiratiesprint kosteloos is. Ja. En het kost je eigenlijk alleen je tijd. Ja. Ja. Ja, zoals aangegeven, we hebben elk jaar een fundingpotje. Vandaar ook dat we een aantal geselecteerde klanten alleen hiervoor ook hebben uitgekozen, omdat het fundingpotje is natuurlijk niet eindeloos. Daar moesten we ook rekening mee houden. Maar wij zullen in ieder geval, ja, zoals Wouter ook aangaf, wij zullen de licenties zullen wij sponsoren vanuit Microsoft's kant. Experity, die sponsort ook met hun kennis en hun tijd natuurlijk ook die ze inzetten om dit in te zetten bij de organisatie. En aan de achterkant zullen wij ook nog vanuit het fundingpotje extra funding trekken om Experity ook nog bij te helpen. Dus ja, erg mooi initiatief. Ja, zeker. En inderdaad ook gesproken over die funding. Het is goed om te noemen dat die ook samenhangt met de grootte van jouw organisatie. Ja. Dus op het moment dat je een hele grote organisatie bent, kunnen we ook een uitgebreidere inspiratiesprint uitvoeren. En dan moet je eigenlijk vooral denken aan, we kunnen het in een dag doen, of misschien zelfs in een dagdeel. Ja. Maar we kunnen hem ook uitspreiden over verschillende workshops, wat we ook al vaker hebben gedaan op die manier. Ja. Dus eigenlijk zowel in de diepte als in de breedte kunnen we de inspiratiesprint mooi op maat aanpassen. En dat hangt dus ook een beetje samen met hoe groot het team en de organisatie zelf is. Ja. Wat gaan we dan precies doen? Hoe ziet die inspiratiesprint er concreet uit? Er zitten verschillende stappen aan die inspiratiesprint. En dit is eigenlijk puur een use case van hoe het zou kunnen. Dus het is niet zo dat het eigenlijk in beton gegoten is. Maar vaak beginnen we met stap 1, de voorbereiding. En in die voorbereiding zetten we eigenlijk een omgeving op. Geven we alvast toegang tot de juiste gebruikers, tot die omgeving. En kunnen we bijvoorbeeld ook al wat schablonen delen die kunnen worden gevuld met de eerste informatie. Vervolgens gaan we een workshop organiseren. En een workshop moet je eigenlijk denken aan een setting waarin we met die 5 gebruikers gaan kijken van hoe moet het systeem er voor jullie uitzien? Wat werkt erin goed? Wat is de basis? Hoe werkt het in de basis? Zodat eigenlijk vervolgens het team met een aantal opdrachtjes aan de slag kan om de eerste stappen te zetten en ook al een beetje rond te klikken. Dus eigenlijk, het is een beetje conform learning by doing. En op deze manier kun je alvast een beetje mee aan de slag. Dat is eigenlijk ook gelijk stap 3. Dus eerst aan de slag gaan met hetgeen dat we hebben afgesproken met elkaar. Hoe werkt het? Wat zijn de vragen waar je tegenaan loopt? Wat zijn je eerste ervaringen? Nou, dat vaak doen we dat 1 à 2 weken bijvoorbeeld, afhankelijk van hoe de agenda eruit ziet. Waarna we nog een workshop organiseren. En vanuit deze workshop hebben we dus de basis eigenlijk al behandeld. Je hebt er al even mee gewerkt. Dan gaan we nu kijken hoe richt dit nou in? Dus hoe kun je nou het systeem nog meer eigen maken, zodat je ook vervolgens, als je verder zou gaan met Dynamics, al best wel veel zelf kan doen en ook je implementatietraject dus kan verkorten en kan versnellen. Dus eigenlijk heb je aan meerdere
kanten gewoon best wel een mooi voordeel hiermee. En uiteindelijk gaan we ook al onze bevindingen uitwerken. Doen we een mooie kick-off, waarna we eigenlijk de vervolgstappen weer kunnen gaan uitwerken. Ja, en ik denk dat het ook belangrijk is dat in die workshops worden natuurlijk ook geïdentificeerd welke applicaties ze al meestal al hebben. Ja. Het is natuurlijk met veel applicaties ook integreerbaar. Zo hoor je natuurlijk het ECD hoor je vaak terugkomen, ONS hoor je vaak terugkomen in de zorgmarkt. Nou, het is natuurlijk het is integreerbaar met ONS. En ik denk juist dat het een aanvulling is juist op het systeem in plaats van een vervanging van het systeem. Want dat is vaak een misconceptie die mensen vaak hebben. En dit is ook een van de redenen waarom we deze workshop willen doen. We willen laten zien wat voor waarden het kan brengen bij verschillende zorgorganisaties. Zonder dat daar enige druk op zit of zonder dat ze gelijk een heel integratieproject moeten doen om dat te kunnen achterhalen. Dus we willen met deze inspiraties, workshop om het zo maar te noemen, willen mensen echt de meerwaarde laten zien van CRM, maar ook hoe het hun kan helpen met de problemen die ze momenteel ervaren in de organisatie op een kosteloze en leuke manier. Ja, zeker. En je hebt zo ontzettend veel smaken in hoe je eigenlijk invulling geeft aan deze stappen. Ja. Want inderdaad, je zou kunnen kijken naar een koppeling die je zou kunnen leggen. Hoe integreer je met alle andere applicaties die we hebben? Wat we eigenlijk daar vaak bij zeggen is dat het EPD of het ECD echt gebruikt is om informatie vast te leggen. Ja. Terwijl een CRM meer is om die informatie toe te passen en in te zetten voor allerlei doeleinden. Het EPD of een ECD, dat staat ook voor een elektronisch patiëntendossier. Ja. En dat geldt ook voor een elektronisch cliëntendossier. Dus het is echt een dossiervorming. Ja. Ja, ik zie dan altijd een archiefkast vormen waar iets in de la stopt en daarna gewoon. Nou ja, dat zit daar dan, zeg maar. Ja. Ja. Maar vervolgens doe je daar nog niet zo heel veel meer mee. Ja. Nou, met het CRM heb je echt de handvatten om dat wel te doen. Ja. Anderzijds, wat we bijvoorbeeld ook wel eens hebben gedaan, is dat we deze inspiraties-workshop hebben ingezet voor gewoon één proces. Dus dan moet je denken aan een instroomproces, ja, of een mutatieproces, ja, of een intakeproces. Ja. We hebben toen een keer bij een organisatie gekeken naar het intakegesprek van een nieuwe cliënt. Nou, dat duurt dan 3 kwartier en dan moeten er 14 formulieren worden ingevuld, waardoor je eigenlijk helemaal niet meer toekomt aan het hele gesprek. Ja. Nou, dat hebben we eigenlijk heel opgeknipt en dat als eerste case gebruikt om deze inspiratiesprint op toe te passen. Ja. En vervolgens merkten we dat dat heel erg goed beviel en hebben we nog meer processen daar weer aan toegevoegd. Ja. Dat is een hele mooie manier om eigenlijk een eerste stapje te geven, klein te beginnen, ja, maar wel te beginnen. Ja. Ja, precies. Dus wat jij ook zegt, het hoeft niet. Het kunnen verschillende problemen zijn waarvoor, of tenminste, het kunnen verschillende problemen zijn waarvoor jij CRM uiteindelijk gaat inzetten. Het kan het intakeproces zijn. Nou, als je daar geen problemen mee hebt, dan kan het bijvoorbeeld zijn contactering van jouw cliënten. Of het kunnen verschillende dingen zijn. En we hebben eigenlijk wel gemerkt dat altijd wel één van die problemen bijna altijd wel speelt bij zorgklanten. Ja. Of het is een intakeproces wat nog in Excel gebeurt. Ja. Of het is het contacteren, dus echt het engagen met de patiënten. Wachtlijsten. Zeg maar. Ja, we merken dat eigenlijk. Ja, we hebben 8 problemen geïdentificeerd, om het zo maar te noemen. En we merken dat bijna één van deze problemen wel bij elke zorgorganisatie speelt. Wat dus op te lossen valt met CRM. En dat kunnen mensen nu ondervinden van wat is die meerwaarde nou door deze workshop. Ja, maar het kan ook gewoon een 360 graden klantbeeld, cliëntbeeld, ja, of wat voor beeld dan ook zijn. Ik bedoel, we hebben databases voor inderdaad cliënten, maar ook voor bijvoorbeeld een organisatie met hulphonden. Daar hebben we een hondenregister voor gemaakt. We hebben een vrijwilligersregister gemaakt of een ledenregister. Ja. Dus je kan eigenlijk alles, verschillende soorten relationele databases kunnen we toepassen op een CRM-systeem. Of eigenlijk we kunnen een CRM-systeem toepassen op iedere groep. Ja. Mensen, personen, dieren, noem het maar op eigenlijk. Dus daar zijn we eigenlijk heel erg breed in. Ja.
Ik heb de stappen nog een beetje verder toegelicht. Dat we iets duidelijker kunnen laten zien van hoe lang het nou zou kunnen duren als we deze stappen zouden volgen. En dan zou je eigenlijk kunnen denken aan een periode van 10 weken. En waarbij we dus inderdaad beginnen met een kick-off. Daar willen we eigenlijk het plan van aanpak ook al presenteren. De voorbereiding, wat ik al aangaf, met sandbox die we activeren, de voorinrichting die we installeren, de gebruikers die we toegang geven. We kunnen een quick scan vragenlijst geven die je dan zou kunnen invullen. Dan kunnen wij dat gelijk weer toepassen. En dan gaan we naar workshop 1. Dus nou, wat hebben we geïnstalleerd en hoe gebruik je dat precies? Vervolgens kun je met die kennis lekker aan de slag. Je kan alvast starten met werken in de Dynamics 365. En je zou de import schablonen kunnen vullen bijvoorbeeld. Nou, in workshop 2 gaan we alle ervaringen delen. Hoe richt je het in? Wat zijn de importmogelijkheden? En uiteindelijk gaan we richting de uitwerking. Dat is aan onze kant, waarin we eigenlijk een behoefteschets gaan opstellen. En we eventueel zouden kunnen kijken naar een business case. Dus hoe kun je dit bijvoorbeeld ook intern weer verkopen? Wat gaat het uiteindelijk opleveren? Ondanks dat we het over non-profits hebben, moet het wel natuurlijk uiteindelijk kiets spelen in ieder geval. Dus het moet ook wel terugkomen naar de business en inzichtelijk zijn. Waarom? En uiteindelijk eindigen we dan met een kick-off waarbij we samenkomen. Vorige keer hebben we de kick-off bij Microsoft gedaan op kantoor, ja. Wat eigenlijk een hele geslaagde dag was. We hadden ook een lunch erbij georganiseerd en een presentatie ook nog van de interne sprekers. En vanuit daar kunnen we goed kijken naar waar staan we nu en waar gaan we naartoe. We zijn ook gelijk de vervolgstappen bespreken. Ja, ja. In een notendop. In een notendop, ja. Zo'n half uur gaat best wel snel, hè? Ja. Nog wel. Even, maar volgens mij hebben we inderdaad nog de vervolgstappen na dit webinar. Ja. Ja, ik denk, wil jij nou graag beginnen met die inspiratie? Wat we sowieso gaan doen na de webinar, we gaan met iedereen contact opnemen om te kijken van, wat vind je ervan en is het wellicht interessant voor jou? Zoals aangegeven, het trainingpotje is niet unlimited. Er zit helaas wel een limit op. Dus als dat trainingpotje uiteindelijk ook leeg is, omdat er zoveel animo voor is, ja, dan is het helaas ook te laat en dan kunnen we er ook verder niks meer aan doen. Maar sowieso zullen wij contact met je opnemen, een meeting inschieten. Dat zal waarschijnlijk deze week gebeuren om te kijken hoe interessant is het voor jullie en de vervolgstappen te bespreken. Ja, top. Ja. Ik denk overigens één ding wat nu nog te binnen schiet. Tot wanneer verstrekt Microsoft die 5 licenties? Dat is een hele goede, ja. Het is goed dat je dat zegt. Ik was hier bijna over het hoofd vergeten. Er is dus een aanpassing gekomen vanuit Microsoft. En in begin oktober zal Microsoft deze 5 licenties niet meer verstrekken. Houd dus in dat mocht jij willen beginnen met de inspiratiesessie of is die interessant voor jullie, dan zou dit voor oktober moeten gebeuren. Na oktober is het niet meer mogelijk vanwege dat de 5 licenties niet meer vrijgegeven kunnen worden vanuit Microsoft. We hebben praktisch hiervoor nog wel 3 maanden uit mijn hoofd. Ja, 3 maanden. Dus wij zullen begrijpelijk contact met je opnemen deze week en zo snel mogelijk beginnen. Ja, nou, helemaal duidelijk. Ik kijk nog heel even. Stefan hier achteraan, is er nog wat binnengekomen op de chat? Nee. Nou, dan ga ik maar dat het helemaal duidelijk is. En dan wil ik eigenlijk zeggen bedankt voor het kijken. Nou, we houden contact, we komen in contact. En wil ik jullie een hele fijne werkdag wensen ook vooral. Ja. Jij nog wat kwijt? Ja, nee, bedankt voor jullie tijd ook. Voor de mensen die het gemist hebben, wij zullen de recording met jullie delen. En zoals aangegeven zal ik deze week nog bij jullie in de lucht komen voor het opstellen van een meeting samen met Experity om eventueel vragen te beantwoorden omtrent de inspiratiesessie of vervolgstappen uiteraard te bespreken. Dan wil ik iedereen bedanken voor jullie tijd en een fijne werkdag nog tegemoet.